Geen agressie. Pak je spullen. Geen agressie. Hey. Wil je even hier gaan liggen? Nee. Moet ik niet provoceren. Gaan we gewoon weg, want niet meer provoceren is niet anders. Ga je even recht op hier te staan. Dat heeft je al gevraagd. Goedemorgen. Nou, dit is toch wel een goed recht. Dit is openbaar ruimte. Ik ben nog niet, maar ik vind je wel even. Nou, dankjewel. Ja, willen andere mensen ook misschien even voorstaan? Ja hoor. Kunnen wij gewoon beter de boodschappen er zelf afhalen? Mag ze wel? Hangen ze gewoon vanaf de rol. En dan gewoon de openbare ruimte wil ik goed aan. Maar niet provoceren, want dat bereik je niet. Ja, als je altijd op de millimeter zou werken, dan zou het beter kunnen. Goed zo, jongen. Ik ben heel trots op je. Respect. Respect, respect, respect. Ik ga het proberen te overtuigen. Kunnen we gewoon afspreken, wij halen gewoon de leusjes zelf eraf. Dan hangen we ze gewoon vanavond gewoon weer terug. Waarom? Waarom? Nee. Waarom? Omdat zij graag die deur schoon hebben en we willen niet provoceren. Dat is geen provocatie, dat is protest. Dat is provocatie wat hun aan het doen zijn. Dat is provocatie. Wat hier binnen gebeurt is tegen de hele Maar jij luistert er niet. De banen en huizen van ontzettend veel mensen. Dat is geweld. Wat wij hier doen is vrijheid van meningsuiting. Dit gebouw is betaald van belastingcenten. Dit gebouw is van ons, het Nederlandse volk. Oké? Nou, daar ga je even mis. Hallo, het is hun gebouw. Zij bepalen wat er gebeurt. Nee, en dat is zo'n concertgebouw. Hij staat op de stoep. Ja, gaat niet tegenhouden. Hij staat op de stoep. Hij heeft recht hier om te staan. Gewoon niet doen. Hij heeft recht om te staan. Ik sta hier op de politie. Dat is goed, openmaak is staan. We gaan gewoon stoppen. Het is hun gebouw, samen ook mee doen. Het is ons gebouw. Van ons allemaal. Het is onze samenleving, meneer. Het is onze samenleving. Hier mag we staan, toch? Neem hem lekker mee. Deze mensen moeten je mag staan, maar die mensen u mag daar geen zin in hebben. Ik heb geen zin in dat deze mensen kapot maken. Die mensen mogen gewoon een gebaarschap maken. Voor het niet invoeren van de Financial Transaction Act. En zij mogen wel alles doen met mijn wereld wat zij willen. Maar ik mag hier niet iets ophangen. Maar jouw discussie is niet mijn discussie. Die mensen mogen een gebaarschap maken. En dat is het hele probleem. Dat is het hele probleem. Je zult voor die mensen werken, niet voor de geld, ja? Je strijdt tegen je eigen planeet. Beste man, mag je wat zeggen? Of je nou voor bent of tegen bent. Hij staat hier op de stoep en je hoeft hem niet weg te duwen. Nee. Hier staan. Nee, maar die mensen mogen toch de gebouw schoonmaken? Dat mag hij doen, maar hij mag niet staan. Hij mag op de stoep blijven staan. Ja, maar hij hoeft het ook niet te verhinderen. Maar je hoeft hem niet weg te duwen. Hij mag gewoon het gebouw schoonmaken. Hij hoeft niet, dat is mijn eigen vrijwel. Hij hoeft hem niet weg te duwen, dat is niet juist. Niet juist. Dus je gaat ook niet vinden dat die mensen het gebouw schoonmaken. U moet zich niet laten lenen voor het wegwegen van de. Ik laat mij geen nestel lenen. Je gaat op de openbare weg, hier mag je staan toch? Of doe het nou niet. Want het is een keuze en jij bepaalt die keuze nu, hè? Waarom ben je geweld gebruikt? Vanuit de grond van mijn hart bepaal ik deze keuze. Hè? Vanuit de grond van mijn hart bepaal ik deze keuze. Oké. Dank u wel. Dus duidelijk? Het wordt voor de koop van de zaken, man. Wordt alleen maar slechter van. Gaan lekker door, Martin. Ja. Gaat op? Ja. Ja, staat er allemaal goed op? Lekker blijven staan. Ja. En wat voelen jullie? Wat voel jij dan? Ja, ik voel dat jij werkt voor geld, niet voor die mensen. Ja. En, dat is niet goed. Is dat voor die mensen werken? Laat je daar nou niet toe lenen, beste politieagent. Doe nou rustig je werk. Heb respect van beide kanten en niet alleen van jezelf. Nee, daarom. Maar u zegt het goed, hè? Respect van beide kanten. Van beide kanten. Dus als u met een grote lijf geen mensen wegdoet, maar ze gewoon laat staan, terwijl ze op de soep staan, doet uw werk. En mogen vooral niet dingen gaan tegenhouden. Nee, maar doen ze ook niet. We hebben het toch over respect van beide kanten, of niet? Dat heb ik gezegd, ja. Pas op waar je toe laat lenen. Kijk even goed. Gebrek aan respect van mijn kant? Ja, absoluut. Heel goed. Waarom doe je? Voor uw persoon? Ja. Ik bedoel niet voor uw uniform, voor uw persoon. Ja. Mijn beste man, ik heb echt geen enkel gebrek aan respect voor u. Nee. Ik snap heel goed wat u doet. Ik snap denk ik ook dat u doet wat goed is.
Ik denk alleen van niet. Nee, dan zijn we daarover eens in ieder geval. Ik denk dat u misleid bent. Ja, ja, ja. En, ja. Door de media. Ik denk wel zeker dat u misleid bent. De meeste politie is misleid. Ja. Maar u bent niet de enige. En ik weet het ook allemaal niet, hè? Ik weet niet de waarheid of zo. Ik weet alleen dat... Je begint opeens een hoop wijze dingen te vertellen. Nou, dank u wel. Dat zijn uw woorden, maar... Het zijn niet mijn woorden, het zijn jouw woorden. Ja, beste politieagent, u bent wel heel cynisch. U bent heel cynisch. U zou een vriendelijke benadering zou u ook zien. Ja, ja. Ik vind dat u heel cynisch bent. Ja, iedereen vindt dat uit van alles. Ik vind dat u cynisch bent. Heel cynisch. Bij het arrogant afstand. Ja. Maar waar dan ook? Is het. Laat zit op de muur. Of moet ik het opdraaien? Ja. Sorry, maar ik zou was niet wat doen. Sorry dan. Ga je uit voor respect? Ja, maar iedereen. Dat blijkt nergens aan. Het is me verkeerd begrepen. People think, well, I've got some consolation, and I'll give it to you if I may. Just let me give it. Maar ik ben niet de enige. Hè? Ik ben niet de enige. Maar aan de andere kant, een deel van bepaal je ook zelf. Je kan ook je eigen angst in de ogen kijken. Dat het beter dat de criminalen is. Ja, zo werkelijk blijft je mee weg. Maar is er een draagplicht? Nee, er is een toonplicht. Mensen worden dus afgevoerd. Hoor je aan de stijging zeggen dat jullie drie dagen je punt aan kunnen maken? Ja, dat gebeurt op de schermen, dat dus je shirt over een sticker, maar je mag... Er worden legio voorbeelden gegeven over hoe de burger niet beschermd wordt. Ja, luister. Ja, ik luister wel, maar ik heb te lang geluisterd om te weten dat wat u zegt ook niet klopt. Nee, je luistert. Jij luistert ook niet. Wil jij ook een bom? Say what it is, what it is, what it is, and wiping the sleep from our eyes. Born of dreams will arrive, rising up high in the spirals and higher, riding on endlessly, never to tire. So well that we're here, if we might just admire the fact that we are today. Oh yes, oh yes, oh yeah, yeah, yes. And I'm just glad you made it. Just glad y'all made it. I'm just glad now. We're making it now. We're making it. Making it work. So come around. Yeah.